Lekker hoor, Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. 0800-1121. Het is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt stellen of als je een antwoord wil geven. Vooral antwoorden, daar hamer ik maar weer een beetje op, want ik wil zoveel mogelijk mensen tevreden de uitzending laten verlaten. Ellie wil weten of ze haar haar nog kan doneren als ze straks is overleden, dus of het daarna nog kan. Jeroen die wil weten, dieren op muziek. Nou, er is wel iets over gezegd, maar nog steeds vraag ik me af waarom dieren niet gevoelig zijn voor ritme en melodie uit muziek. Klaas wil weten waarom zijn telefoon bij het ene stopcontact sneller oplaadt dan bij het andere. Jannes, zijn vraag is net beantwoord. Marjolein wil weten hoeveel geurkaas ze kan branden voordat het schadelijk wordt. Maria wil weten waarom goudrenetten alleen maar in de winter te verkrijgen zijn. Hebben alle vogels een vaste slaapplek? Gaan ze altijd op dezelfde plek slapen? 0800-1121. Waarom valt de telefoonverbinding van Ewout weg bij Sint-Job in het Goor? Dat is grappig, daar kwamen appjes op. Van Meerden, volgens mij. Waar zag ik het nou? Die zegt, hij valt ook weg van Berg op Zoom naar Antwerpen Haven, zegt Meerdin. Ja, dat zijn natuurlijk geen antwoorden. Ik zal even kijken, had hij al eerder al geappt met een antwoord? Nee, dus we hebben nog geen antwoord gekregen daarop. Eefje is het opgevallen dat bij veel schoenen de linkerhak sneller slijt dan de rechterhak. En ze willen een soort steekproef onder de luisteraars. Dus je kunt op X, wat vroeger Twitter was, doorgeven of dat bij jou ook zo is. En dat kan ook via een appje of door te bellen natuurlijk. André, die heeft een brief gekregen dat hij geen ongevallenverzekering meer heeft naast zijn 67ste. En André vraagt zich ook af wat die blauwe lampjes zijn op de lantaarnpalen bij tussen Leidschendam en Scheveningen. En dan hebben we het over de N14. Bakker Johan die wil graag weten waarom ze zo vaak over tot de orde van de dag zeggen in de Tweede Kamer. En Richard spaart doppen voor blinde geleidehonden. Alleen waar moeten die doppen nu heen? 0800-1121. Het is een hele rij. Heb ik alles nu gehad? Heb ik iedereen voorgedragen? Volgens mij wel. Leen? Ja, Astrid. Dag Leen, zeg maar waar je, wat je wil zeggen. Nou, de vraag was, waar slapen de vogels? Ja. Nou, dat is eigenlijk een hele uitgebreid antwoord. Dus mooi. Dat kan ik niet helemaal uit gaan breiden. Jawel, joh, we hebben nog een uur en 10 minuten. Ja. Neem je tuinvogels, zoals de merel, de lijster, de mussen. Ja. Als je een vogelvriendelijke tuin hebt, dat wil zeggen waar je struiken hebt met vasthoudend blad, waar ze zich schuil kunnen bevinden, dan zie je s'avonds, als het gaat schemeren, dat bijvoorbeeld de merel, de lijster, de mus, die duiken dan in die struiken waar die met blad bekleed zijn. Is dat duidelijk? Ja. Ja? Nou. Nou neem je bijvoorbeeld de spreeuw. Mm-hmm. De spreeuw zie je in je tuin. En als het schemer begint te worden, dan vliegt die 15, soms wel 20 kilometer naar een bepaald punt waar duizenden spreeuwen begeven. Ja. En als het dan, dat is zo'n prachtig gezicht, Astrid. Mm-hmm. Als dan de ochtendglorie aanbreekt, dan zie je de spreeuwen naar alle delen van Nederland vliegen. Heel grappig. Ja. De zilverreiger. Ja. Die zien wij op dit moment, omdat die natuurlijk nu niet broedt, in alle delen van de polders. Maar als het schemer begint te worden, vliegen ze onbegrijpelijk allemaal naar bepaalde punten. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld bij mij, ik woon in Bodegraven. Dan vliegen ze naar de Nieuwkoopse plassen. En daar heb je soms punten, daar zitten 350 zilverreigers. Oh. Nou, en als het dan weer licht begint te worden, en dit heb ik ook allemaal met eigen ogen gezien, want anders dan bel ik jou niet, dan zie je ze allemaal weer vertrekken. En die gaan alle verschillende richtingen in. Maar s'avonds gaan ze weer allemaal
allemaal naar de Nieuwkoopse plassen. Tenminste, bij mij in de buurt. Ja. Nou, bijvoorbeeld de eendensoorten. Oké, maar we zijn nog steeds lekker bezig. Maar misschien, ik ga nu toch vragen om even je radio of je computer zacht te zetten. Want ik het... Zo? Ja. Ja, dat zo een rust lastig. Meteen. Ja. Ja, fijn. Tussen twee haakjes, ik luister altijd met heel veel plezier naar jou. Want jij bent toch ontzettend flexibel, hè? Flexibel? Ja, ja, en een geweldige humor. Ja, dat vind ik heel leuk. Prachtig, maar goed. We hadden het dankjewel. Nu over de watervogels. Ja, we zitten midden in de vogels. Ja. Neem bijvoorbeeld de smiente. Ja. Dat prachtige kleine eendje. Overdag, dan doet hij zich te goed aan het heerlijke groene gras in Nederland. Ja. Mm-hmm. En dan als het schemer begint te worden, of als hun magen vol zitten, dan vliegen ze weer terug naar de meren dichtstbijzijnde waar ze gefourageerd hebben. Ja. En dan zien ze daar met duizenden smienten, zie je ze daar midden op de plas liggen. Nooit aan de rand. Nee. Altijd in het midden, ter bescherming van hunzelf. Maar gaan ze dan altijd weer naar dezelfde plek? Want ze drijven dan toch ook naar andere plekken? Ja, hun blijven dus altijd in de buurt. Ja. Want de smienten die blijven hier maar tijdelijk, hè? Oh. Die vertrekken straks weer in eind maart naar richting Scandinavië. Mm-hmm. En daar gaan ze dan weer broeden. Ja. Ja. Dus... Nou, en zo is het natuurlijk ook met de blauwe reigers, hè? Precies hetzelfde. Die zie je ook overal en die trekken ook weer naar bepaalde punten. Hè? Mm-hmm. Nou, dus het is heel verschillend. Kijk, in de bebouwde kom, daar hebben de tuinvogels hun vaste slaapplek. Ja. Maar in het open veld, daar hebben ze zoveel keus. Daar weten ze ook wel hun plekken. En daar zijn ze natuurlijk veel beter beschermd. Maar als ik jou zo hoor, dan is het antwoord eigenlijk gewoon ja. Dat vogels dus best wel terugkeren naar dezelfde plek. Ja. 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 Grappig. Prachtig, hè? Ja. En dat ze het kunnen vinden ook altijd. Ja. De pimpelmezen, de koolmezen, mm-hmm. Die gebruiken graag de nestkasten om te slapen, hè? Ja. Dus als je oplet... Ja. En je gaat, dat doe je niet zo gauw natuurlijk, maar als je in de schemer voor het raam gaat zitten in je tuin, dan zie je op een gegeven moment dat al die nestkasten die je daarop hangen, hup, komt er mees aan, je ziet net op het laatste moment nog even het staartje en dan hoep, dan gaat hij naar binnen in de nestkast. Ja, en als je een vogelliefhebber bent, ja? dan is het extra genieten als ik het zo hoor. Ja, maar dat is het altijd, Astrid. Ja, ja, ja. Ja, je ziet het ook altijd met dat het vogelstel gebeuren. Ja. Dat was ook weer 2 weken geleden. Ja. Het blijft mij verbazen, ook als ik naar vroeg vogels luister, hoeveel mensen zoveel plezier in die vogeltjes beleven. Maar dat niet alleen, Astrid, maar je gaat ook beseffen hoe machtig en mooi Gods schepping is, hè? Mm. Ja, want die heeft toch maar mooi die vogeltjes geknutseld. Zeker, ja. Ja. Nou ja, heb je zo voldoende antwoord? Ik denk dat we er zijn. Ja? Ja, dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht nog, Leen. Ja, dank je. Doeg. Hoi.